Ja, focus is voor mij echt onwijs van belang. Door focus zeg ik altijd, kan ik gewoon wonen. Zo hier in het huisje, gewoon geïntegreerd in de wijk, net als ieder ander. Kan ik gewoon mijn werk doen. Ik ben een redacteur-journalist en schrijf voor Support Magazine. Nou ja, ik ga het hele land door en heb daardoor geen 9 tot 5 baan. Dus doordat ik hun kan oppiepen wanneer ik ze nodig heb, kan ik mijn werk doen, anders zou ik dat niet kunnen. En door focus kan ik een gelijkwaardige relatie hebben. En dat is voor mij ook echt een heel belangrijk punt. En ik woon samen. En we gaan binnenkort ook trouwen. En ik moet eerlijk zeggen dat, als ik niet de assistentie van focus zou hebben, zou ik denk ik het niet aandurven om met Tinus, mijn vriend, samen te leven. Of mijn aanstaande man. Omdat ik absoluut die gelijkwaardigheid wil hebben. Ik moet er ook niet aan denken dat hij voor mij zou moeten zorgen, zeg maar. Omdat je dan gewoon helemaal geen prettige relatie meer daardoor zou hebben. En die gelijkwaardigheid compleet zou verliezen. Dus ja, en ik moet ook zeggen dat mede door de filosofie van focus. Zij zullen nooit zeggen dat als Tinus hier is uit zijn werk, 's avonds bijvoorbeeld of in het weekend. En ik moet naar het toilet en ik piep een ADL'er op. Zullen ze nooit zeggen van maar je vriend is toch thuis of Tinus is er toch. Die kan je toch wel even helpen. Nee, dat zullen zij nooit doen. Ik bedoel, zij zijn er voor mij. Zij zijn mijn handen en voeten. En met Tinus is gewoon mijn partner. En dat is gewoon heel erg fijn. Met wat ik zeg, focus maakt dat ik gewoon kan wonen. Gewoon kan leven. Gewoon kan werken. En een gelijkwaardige relatie kan hebben. Dat zijn natuurlijk zulke belangrijke dingen in het leven. Die het leven eigenlijk maken. En mede door mijn beperking zijn er ook geen alternatieven eigenlijk. Ik heb die 24 uur assistentie op afroep gewoon nodig. En als dat er op die manier niet meer zou zijn, dan zou ik hier niet op deze manier kunnen wonen. Dus dat betekent dat ik of afhankelijk zou zijn van Tinus en familie en vrienden. Nou, daar moet ik niet aan denken. Mijn relatie zou dat ook niet uithouden. Ik word daar geen leuk mens van. En alternatieven als thuiszorg en afspraken maken zou ook mijn werk bijvoorbeeld enorm in de weg staan. Dus dat betekent dat ik mijn werk ook niet meer uit zou kunnen voeren. En desastreus eigenlijk. Ik weet wel dat als ik deze manier van assistentie zeg maar niet meer in mijn leven zou hebben. Zou de kwaliteit van leven en de vreugde in het leven voor mij wel vergaan, denk ik. Omdat ik gewoon mijn vrijheid en mijn eigenheid daarmee verlies.